Geschat wordt dat er 2,5 miljoen honden in Europa geïnfecteerd zijn met de ernstige en vaak fatale ziekte canine leishmaniose. Deze ziekte wordt overgebracht door kleine, harige, zandkleurige vliegen, de zogenaamde zandvliegen. Zandvliegen zijn actief in landen rond de Middellandse Zee tussen avondschemering en ochtendgloren, vanaf de late lente tot de herfst. Een enkele beet van een zandvlieg kan voldoende zijn. 100 beten per uur is geen zeldzaamheid. De vrouwelijke zandvlieg injecteert de parasiet tijdens het bijten en laat daarbij een klein wondje achter. Geïnfecteerde honden vormen een besmettingsbron. Gedurende de incubatietijd van 3 tot 18 maanden vermenigvuldigen de parasieten zich in huid, bloed en inwendige organen. De eerste symptomen zijn het verlies van haren op de kop en rond de wondjes. Onbehandeld treden gewichtverlies, verminderde eetlust, neusbloedingen en gedraaide overmatig groeiende nagels op, met als eindstadium dood door nierfalen. Scalibor Protectorband gebruikt een technologisch geavanceerde kunststofmatrix waaruit deltametrin gedurende de werkingstijd door wrijving vrijkomt. Na het omdoen is de band met een week volledig werkzaam en verhindert dat zandvliegen, hardwormmuggen en teken zich kunnen voeden, waardoor de overdracht van ziekte voorkomen kan worden. Scalibor Protectorband beschermt honden tot 6 maanden lang dankzij de unieke geavanceerde technologie.